Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en ik sta naast een oude bekende en ik had natuurlijk vorig jaar een video gemaakt van Dennis zijn laatste dienst en ik kreeg serieus best wel vragen dat mensen dachten dat je weg was bij de politie. Ondanks dat ze in de video verteld hadden, daar gaat al de port aan, ja, wat je goed ging doen. Ik kreeg die vraag zelf ook of ik ging stoppen. Ja? Ja, ik moet er niet aan denken, want ik vind het werk veel te leuk, dus dat is geen optie, maar het was mijn laatste dienst in Utrecht en je bent nu op een nieuwe werkplek. Ja, een nieuwe werkplek, want we zijn, het wel. Het valt onder baasteam de kopen, maar mijn standplaats Woerden. Dus een nieuwe buitengebied, een heel uitgestrekt gebied. Maar dus de kopen ook al en Woerden, welke gemeenten zitten er nog meer tussen? Nou, IJsselstein, ja? We hebben Montfoorts, Oudewater, Lopik. Ja, dat is best wel Woerden wat afstanden. Ja, het zijn echt grote afstanden. Dus spoedritten zul je merken dat we toch een stukje of een tijdje onderweg zijn. Nou, ik ben benieuwd wat het vandaag gaat opleveren. Maar misschien ook wel een nu al even om te beginnen, de hamvraag. Je hebt natuurlijk heel lang in het stedelijk gebied gewerkt, Utrecht, ja. En nog wat andere bureaus in Utrecht. Maar ja, dit is dan een buitengebied, zoals dat heet, binnen politietermen. Ja. Wat zijn nou echt het grootste verschil? Je hebt waarschijnlijk heel veel, maar wat is echt dat je echt gelijk opvalt? In de stad heb je meer meldingen. Mm-hmm. Het is wat druk qua meldingen, maar ook heel veel meldingen zijn hetzelfde. Ja. En wat me opvalt, het verschil aan meldingen is, als je hier een melding krijgt, ga je van A tot Z ga je hem zelfstandig afhandelen. Oh, waar je in de stad veel meer collega's hebt, moet je het hier soms met z'n tweeën doen. Dus ben je best wel wat tijd aan kwijt. Maar dat moet ik wel zeggen dat er wel zorgt dat collega's ook echt heel veel kennis hebben hier. Waar niet gelijk insinueert dat ze in de stad dat niet hebben. Dat, voordat we dat denken. Nee, daarom. Maar je werkt wel een stuk zelfstandiger, omdat je, als je in de penarie zit, zeg maar, er niet zomaar 4, 5 politieauto's bij hebt. Hier moet je het echt gewoon met wat minder collega's doen. Hoe lang zit je hier? 3 maanden, in mei begonnen. Dat schiet op. Snel inderdaad. Maar ik moet zeggen dat ik echt je hebt naar je zin. Ik heb het echt zie ik. ik heb het echt enorm. Het is echt een heel leuk team. Echt hele leuke collega's die ook heel graag willen. Ook heel veel op social media. Dat is natuurlijk wel iets waar ik heel veel interesse in heb. Dus de collega's hier zijn ook heel enthousiast over. Dus dat is heel fijn om te merken. Echt leuk. Dat is goed om te horen. Kopen ik hoop dat we vandaag ook een beetje drukke diensten hebben. Dat je wat voor mee kan maken. Want ja, in het buitengebied kan het spoken. Soms is het ontzettend druk. Ja, dat heb je ook in de stad. Soms is het heel druk en soms niet. Dus dat is, volgens mij maakt het niet zo uit. Voor vandaag, we hebben net de briefing gehad. Wat is onze rol vandaag? Nou, ik ben opco. Nou, die term hebben ze natuurlijk vaak al voorbij gekomen. Dus ik ben chef van dienst, zeg maar, voor het hele basisteam. We hebben een aantal hotspots meegegeven aan de collega's waar we de aandacht graag willen vragen. Vooral jeugdoverlast in deze tijd waar we mee te maken hebben. Dat nemen we mee. Okay. Dus, het is een zaterdag, dus vanavond zal ook iets eerder een openbaar ordendienst in dienst komen. Die ga ik nog wat dingen meegeven waar ze vanavond op moeten letten. Het is wel, is er dan nu, want het is natuurlijk de coronatijd om het even te noemen. Ja. Je zegt naar de openbare ordendienst, is er al een beetje weer horeca en dat soort dingen? Want daar is vaak de openbare orde dan voor. Een aantal cafés, daar komen alweer publiek binnen, zeg maar. Dat zijn de restaurants of wat dan ook, waarna even een soort bar dancing is. Mm-hmm. Nachtclubs mogen niet, maar dit valt net in het gebied ervoor. Ja. Nou, duidelijk verhaal. Maar goed, ik zeg, dat is voor de nachtdienst. Wij gaan vanavond hopelijk nog een leuke melding. Aan het einde van de avond nog iets meepakken. Gaan we zien. Dat is wel heel vroeg. Okay, leuk dat je er weer bent. Nou, dat is leuk. Lang geleden. Ik heb er ook weer zin in. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik zei het net al even tegen een collega. Ik ben al volgens mij 2 weken heel druk geweest met allerlei wel gave dingen, maar soms ook een beetje randzaken. Dus ik vind het ook wel lekker om weer even een dienstje op straat te rijden. En hoe leuk is het om mee te gaan? Echt samen Dennis. Kunnen een beetje rollen, oude hoeren en mooie dingen doen. Nou, maar heel eerlijk, heel eerlijk. Oh, wacht eens even. Ja, dit wil ik. Jan-Willem is wel een beetje achtergekomen dat de diensten waar ik een beetje in voorkom, dat het wel de wat best meer bekeken vlogs zijn. Die steek ik wel even in mijn zak. Ja, dat was dus, heel graag. Nou, wanneer geef je me Dennis? Dus ik verwacht eigenlijk, ik wil hier bij deze vlog toch wel de 500.000 views minimaal halen. Even een mooie doelstelling. Thank you.
lang voor hangen. Ja, medewerkster loopt op naar ons toe. Je had al een correcte afmelding gehad, of niet? Hi. Oh, was van alles wel, zou ik horen. Was ook al een correcte afmelding geweest, of niet, over? Nee, nog geen correcte afmelding. Dus als u een rondje wil maken, dan proberen we toch even een rondje radiostilte te houden als het lukt met het incident voor over. Radiostilte, 5520 over. Ja, hier alles loos hoor. Het kan eraf eten, discipline. Definitief los, super, dankjewel. We krijgen een overvalmelding bij een supermarkt. En ja, we moeten toch even checken of alles wel door is. Er was wel contact met het pand, dus vermoedelijk heeft per abuis een medewerker met zijn knie tegen een overvalknop gezeten. Goed, dat moeten we altijd wel even controleren. Dus vandaar dat we met enige spoed deze kant op moesten. Oh. Oh. Ja, de meezoeker daar heeft nog een last met afgelopen. We doen twee gasten in een zwart gekleed helm op een crossmotorweg richting het centrum. 5220 over. Ja, hij wilde even meekijken, ook meldingen vuurwapen, dus wij gaan ook meezoeken. Ja, dan zullen we aan de Langs de Geen crossmotor tegenkomen. Deze man heeft van het melden. Ja, 06. Ja, daar zijn we ongeveer de 22. Personen op crossmotor wisselen iets uit, leek op een vuurwapen, jonge blauwe vest, kwam aanlopen, heeft wapen overhandigd. Ze dus gaan wegrijden op crossmotor. Ja. Het centrum. Ja, zie je, het is centrum. Hij heeft wel foto's van twee jongens gemaakt. Zware vest op. We zitten inmiddels nog even in het voertuig. We moesten met spoed eruit met een aantal eenheden. Er was namelijk een melding hier in, het, in de wijk, of in de stad. Is het een boerderstad eigenlijk? Boerderstadsrecht. Stadsrecht, dus in de stad. En er was namelijk een melding dat een getuige zag hoe twee personen mogelijk een vuurwapen met zich hadden. Dus signalementen werden uitgevraagd en doorgegeven aan de collega's op straat met z'n allen aan het zoeken. Alleen de twee personen, verdachten, zijn er vandoor op een crossmotor. Tot nu toe hebben we het niet kunnen vinden, dus we zijn nog aan het zoeken in de omgeving. En ook de politiehelikopter die toevallig in de buurt was voor een andere melding heeft even meegekeken. Maar tot op heden helaas niks aangetroffen. Dus we gaan nog even verder zoeken, maar ik denk dat het voor nu in ieder geval gaat ophouden. Bericht voor de 03. Alles rondom het centrum van Woerden hebben we afgezocht, maar die persoontjes niet meer aangetroffen. Nee, duidelijk. Dan ben ik bang dat het voor nu een beetje ophoudt over. Ja, verzoek de wijkagent hier om even een overlastlocatie te bekijken waar een jeugd rond de avond een beetje ellende veroorzaakt bij school. Overlast veroorzaakt. Dus we gaan kijken wat jeugd aantreffen. Maar overlast in, is dat hier of niet? Nee, overlast is een melding van wat? Gewoon Baldadig, van baldadigheid. Dat zijn wijkwoontjes, dit zal niet de doelgroep zijn. Het is rustig. Ja, jeugd zou ook op daken lopen hier. Daken, hè? Dat is hier in de school. Ja. Dus de bal nog liggen. Ja. Ziet er rustig uit. Kijk, wijk gaan blij. Waar zijn we nu, Dennis? We zijn op IJsselstein. Zoals ik net ook al verteld heb, ook dit bureau hoort bij het werkgebied te kopen. Dus even de collega's hier kijken of alles in orde is.
Zoals Dennis in het begin van de video al zei, dat het gebied de Kopen bestaat uit meerdere gemeentes. En ik weet dan niet of je dat al verteld hebt. En anders doe ik het gewoon lekker nog een keertje. In ieder geval, er zijn op meerdere locaties in het werkgebied een aantal posten. Hè. Er is een bureau in Boerden, maar ook in IJsselstein hebben ze een bureau. Dus er komen een aantal van, deel van de collega's start in IJsselstein op en een deel in Boerden. En natuurlijk alles om te zorgen dat we het goede gebiedsdekking kunnen krijgen. En we gaan dus ook even bij IJsselstein even nou, kijken hoe het hier met de collega's is en... Als opco natuurlijk een beetje monitoren hoe het overal gaat. Situatie was en voor de veiligheid moesten we het vest aandoen van de meldkamer. Er kwam namelijk een melding binnen bij een gevangenis. Ja, die wordt natuurlijk uiteraard bewaakt met camerabeelden en andere bewakers. En die zagen namelijk hoe een aantal personen met bivakmutsen rondom het gebouw liepen, rondom de gevangenis en met een drone over de muur aan het vliegen waren. En uiteindelijk zagen ze op beelden ook dat een van die jongens, of de verdachte, een kogelvrij of kogelwerend vest aan had. Nou, die vertrouwde het niet. Uit gegevens van het kenteken blijkt ook dat er mogelijk in het verleden vuurwapens waren aangetroffen bij de heren. Dus al met al veel dingen om aan te nemen dat het niet klopt en dat mensen het niet vertrouwden. Met meerdere eenheden onderweg. En het was eigenlijk net buiten ons werkgebied. Dus de eenheden van het werkgebied daar zijn zeg maar de eerste ring. En wij waren als tweede ring er vast omheen aan het cirkelen. Voor, als het echt nodig was, of misschien als mensen er vandoor gaan. Maar we krijgen net het sein dat alles onder controle is. Er zijn 4 personen aangehouden. Worden over de porto, ze liggen op de grond, armen gespreid en ze worden nu afgeboeid. Dus de 4 personen worden aangehouden en dan zal straks even verder onderzoek gedaan worden hoe of wat. Maar wij hoeven daar weer niet heen, dus wij gaan weer terug in ons eigen werkgebied, zeg maar. Mijn zak af, hè? Ja, de wijze. Ja, maar als jij het ook even het knopje indrukt van het geluid, dan gaan we het gas bij doen. Je moet gewoon rekenen met de afstanden hier en dat de collega's gewoon hulp nodig hebben.
andere reden dat we Het was een melding waarvan ik, toen ik hem hoorde, schok. Ik hoorde de melding dat is een man van 12 hoog gevallen. Dat klopt niet zo best, maar dus naakjes bleek het gelukkig mee te vallen. De man was van 12 tredes naar beneden gevallen. Had alleen een hoofdwond, maar moet wel even mee naar het ziekenhuis voor onderzoek. Dus in vergelijking met wat ik dacht dat we eerst hoorden, dat had jij ook trouwens, valt het gelukkig mee. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van deze dienst. Het was een beetje een rare dienst in die zin dat het wat druk begon en wat rommelig. Best wel wat meldingen waar wat spanning op zat. Ze moesten natuurlijk het vest aandoen waarbij de eerste melding de verdachten helaas niet zijn aangetroffen, maar dat onderzoek loopt nog. En bij de andere melding zijn 4 verdachten aangehouden. De collega's van het basisteam Lekpoort hebben wij niet zoveel moeienis gehad. Maar uiteindelijk nog even de melding gehad van die meneer die van de trap viel, wat ook gelukkig met de CIS afliep. En daarna was de dienst eigenlijk vrij rustig en heeft Dennis nog wat locaties in het werkgebied laten zien. Zoals je inmiddels hier ook de beelden kunnen zien van het centrum van Woerden. Wat misschien ook wel opgevallen is, zijn de 360 graden beelden. En wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd, wat vinden jullie ervan? Er zijn een aantal shots die ik snel niet nog een keertje zal doen, een aantal weer wel. Maar we zijn ook wel benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus laat even weten een reactie. En dan bedank ik jullie inmiddels weer voor het kijken naar deze video. Laat nog een duimpje achter en abonneer. En zie jullie bij de volgende video. Later.